We doen verder in onze leefruimte. We plaatsen stopcontacten, maar ook schakelaars. En daarin zijn er wel een aantal verschillende soorten. We maken ook de aansluiting voor de kookplaat. Beginnen doen we met het aansluiten van de stopcontacten. Daarvoor neem je best een striptang en enkele geïsoleerde schroevendraaiers erbij. Vergeet je kniptang of kabelschaar niet en ook een punt- of telefoontang kan handig van pas komen. Voor je aan elektriciteit gaat werken, schakel je uiteraard de zekering uit. Hier komt er een dubbel stopcontact, dus ik heb drie kabels die van de zekeringkast komen of van een vorig stopcontact. En ook drie kabels die naar een volgend stopcontact gaan. Hier moet ik wel een verbinding maken tussen de twee bakjes. Ik gebruik drie geleiders van 2,5 carré, dus drie verschillende kleuren. Geel-groen voor de aarding, bruin voor de fase en blauw voor de nulgeleider. Dus door de opening steken achteraan van de bakjes. Eens je je bedrading door de inbouwdoos hebt gekregen, kan je ze op een gelijke lengte knippen met de draden die er al liggen. Ongeveer een centimeter van de kabel moet je strippen om contact te kunnen maken in je stopcontact. Dat doe je met een striptang. Belangrijk hierbij is dat je de striptang juist instelt, op de dikte van je draad. Doe je dit niet, dan heb je kans dat je je koper beschadigt. Hierdoor heb je een grotere kans op kortsluiting. Hoe stel je de tang nu juist in? Dat doe je door deze op de draad te zetten, dicht te knijpen en naar je toe te trekken. Schuif je van de draad, draai dan de stelschroef een halve draai toe. Als je de goede positie hebt gevonden, draai je de borgmoer tot tegen het metaal van de striptang. Nu kan je de striptang op je draad zetten, een kwartslag draaien en vervolgens de mantel strippen zonder je koper te beschadigen. Als je weet hoe het moet, kan je alle kabels van je stopcontact gaan strippen. Neem er dan de stopcontacten bij, maar laat de afdekplaatjes wel nog even aan de kant liggen. Plaats de kabels met eenzelfde kleur bij elkaar. Die gaan we via het stopcontact met elkaar verbinden. De twee bruine draden, de fasedraden, steken we links en doen we dus eerst. In principe mogen deze ook rechts. Zorg er wel voor dat je in elk stopcontact de draden op dezelfde plaats steekt. In het midden komt steeds de geel-groene kabel van de aarding. Schroef de draden telkens goed vast. Rechts plaatsen we dan nog de blauwe nulgeleiders. Ook bij het tweede stopcontact gaan we op die manier te werk om zo alle kabels met elkaar te verbinden en de kring te sluiten. Zorg er bij het inbrengen van de kabels wel steeds voor dat je koper volledig in het contact zit en schroef dan pas goed vast. De stopcontacten kunnen nu in het inbouwdoosje. Kan zijn dat je wat zal moeten puzzelen om alle draden achter je stopcontact te krijgen. Vastzetten doe je door de twee schroeven aan de zijkant vast te draaien. Elke schroef duwt een haak naar buiten die zich tegen de wand van je inbouwdoos zet en zo het stopcontact vastklemt. Bij horizontale stopcontacten schuif je ze tot tegen elkaar, maar niet in elkaar. Eens je beide stopcontacten hebt vastgezet, span je alle schroeven nog eens aan om zeker te zijn dat alles stevig vastzit. Vergeet daarbij de schroeven die je kabels vastzetten niet. Schroef nog het dekplaatje van je stopcontacten op zijn plaats via de daarvoor voorziene schroef. Ook het laatste onderdeel van je stopcontact, de afwerkplaat, kan nu op zijn plaats. Je hebt er voor verticale stopcontacten en schakelaars en voor horizontale. Kies dus zeker het juiste plaatje uit, want er is wel degelijk een verschil. Klik de plaatjes vervolgens op hun plaats. Duw goed aan, zodat ze volledig tegen de muur zitten. Op die manier voorzien we de volledige leefruimte van stopcontacten.
De kookplaat in de keuken heeft een driefasige aansluiting nodig en die sluit je dus anders aan. Hier plaatsen we geen stopcontact, maar een plaatsbesparende aansluitdoos. Schroef eerst het afdekplaatje los van de aansluiting en neem er je gereedschappen bij. Plaats de contactdoos in de muur. Hou rekening met je draden en schroef deze op elke hoek vast. Knip dan je draden op maat. Neem eerst je aarding vast en doe ongeveer een centimeter van de groen-gele isolatie weg met je striptang. Ook hier komt de aarding altijd in het midden. Schroef het bovenste deel van je verbindingspin los en plaats je draad in de voorziene opening. Draai vervolgens de kap terug, waarbij je het koper van je draad zo goed mogelijk bedekt. Vervolgens kan je de vier andere draden gaan verbinden. Verwijder eerst nog een stuk van de isolerende mantel met de striptang. Schroef de dopjes los en plaats telkens een draad in de voorziene uitsparing. Een puntbektang kan helpen om de draad op zijn plaats te houden. Schroef de dop terug goed vast. Als alle kabels op hun plaats zitten, kan het afdekplaatje voorlopig terug over de aansluiting. Later wordt dit contact nog verbonden met de stroomtoevoer van de kookplaat. Ik heb hier heel veel kabels, maar alle schakelaars die hier komen, dat zijn enkelpolige schakelaars. Dat wil zeggen dat de nulgeleider en de aardingskabels niet naar de schakelaar gaan. Dus ik ga de aardingskabels en de nulgeleiders al met elkaar verbinden. En op die manier wordt mijn situatie al veel overzichtelijker. Sorteer eerst je kabels en zoek de vier kabels uit die je wilt doorverbinden. Wij beginnen hier met de blauwe nulgeleiders. Knip ze op een gelijke lengte, zodat ze net lang genoeg zijn om te verbinden. Strip dan ongeveer een centimeter van de mantel weg om het koper bloot te leggen. Vergeet hierbij niet je striptang op de juiste dikte in te stellen. De verbinding maak je in dit geval met een vierdraad steeklem in de juiste maat. Voor verlichting is dat 1,5 carré. Plaats de draden in de voorziene gaten en duw de verbinding in de inbouwdoos. Zoek vervolgens je tweede set kabels, die van de aarding uit, en verbind ook die op dezelfde manier met elkaar. Stop de verbinding dan netjes weg in de inbouwdoos. Je kan nu de schakelaars voor de verlichting installeren. Neem de bovenste fasedraden erbij en strip deze van hun beschermende laag. Doe hierbij iets meer weg dan bij de vorige verbindingen. Zo heb je speling om het koper dubbel te plooien met een puntbektang. Bij een lichtschakelaar wordt de kabel enkel verbonden door een schroef, waar dit bij een stopcontact gebeurt door een plaatje. Door de kabel dubbel te plooien verzeker je een goed en probleemloos contact. Het plooien lukt het best door de draad over de bek van je puntbektang te plooien en de lus vervolgens wat dicht te knijpen. De twee fasedraden kunnen nu in de schakelaar. Schroef de draden vervolgens goed vast.
De andere schakelaar is een wisselschakelaar. Dat wil zeggen dat je op twee punten één lichtpunt kan bedienen. Hier hebben we drie kabels aan te sluiten. De bruine kabel die sluit je aan op de L van je schakelaar. En dan de twee schakeldraden, dat zijn de grijze en de zwarte, die sluit je aan op de 1 en de 1 accent. Start opnieuw met het strippen van de kabels. Plooi dan het koper van de drie kabels dubbel. Verbind de bruine fasedraad met de L en vervolgens de twee schakeldraden. Hier maakt het niet uit welke kleur je waar plaatst, maar als je zoals wij grijs op 1 plaatst, zorg er dan uiteraard voor dat je dat bij de andere schakelaars ook zo doet. Het aantal schakeldraden dat je op die manier zal moeten verbinden is uiteraard afhankelijk van het aantal schakelpunten dat je lichtpunt heeft in de woning. Met de kabels vast kan je de schakelaars in de muur verankeren door de schroeven aan de zijkant aan te draaien. Druk tijdens het schroeven de schakelaars goed vast tegen de muur. Klik de drukknoppen van je schakelaar nog op hun plaats en je kan je licht gaan bedienen. Achter de televisie heb ik ook nog een media-aansluiting. Die bestaat uit een coaxkabel voor de distributie en een datakabel. Ook hiervoor bestaat er uiteraard een geschikt stopcontact. Haal dit uit je verpakking en kijk hoeveel kabel je nodig hebt om de aansluiting te maken. Knip de kabels op maat. Snij vervolgens het omhulsel van je UTP-datakabel. Dan kan je de verbinding gaan maken. Volg hierbij het plan dat bij je stopcontact zit. Schuif eerst de verdeelconnector over je draad. Bij UTP-kabels heb je draadparen. Die zitten rond elkaar gewikkeld om schade bij het plaatsen van de kabel te voorkomen. Ontwar eerst alle paren. Schuif dan je verdeelconnector naar voren en plaats de draden zoals aangegeven op de connector of je technische fiche. Strijk de draden waar nodig glad om ze makkelijker in de connector te klikken. Knip daarna alle draden op maat met een schaar of een kabelknipper. Klik de connector dicht en sluit dit af met de bijgeleverde spanband. Neem nu de coaxkabel erbij. Controleer hoeveel van de kabel je zal moeten ontbloten om de verbinding te maken. Verwijder hiervoor eventueel de rekker van de haken. Je kan een eerste inkeping maken in je coaxkabel met een breekmes. Het omhulsel kan je vervolgens losplooien en van de draden schuiven. Een coaxkabel heeft verschillende mantels.
Ook de kopermantel en de kernmantel moeten weg. Plooi het koper naar boven en meet nogmaals af hoeveel kabel je precies zal nodig hebben voor je verbinding. Strip vervolgens ook de kernmantel weg door een inkeping te maken met je breekmes en de isolerende laag vervolgens los te trekken. Plooi indien nodig de kopermantel nog wat verder naar achter. Plaats je koperdraad vervolgens in je stopcontact en schroef deze goed vast. Klik je UTP-kabel nog op zijn plaats in het stopcontact. Span de haken van het stopcontact terug vast en plaats het in de muur. Schroef daarna goed vast. We hebben jullie nu onder andere de verschillende soorten schakelaars getoond. En in de volgende aflevering gaan we verder met de afwerking van de leefruimte. En dan plaatsen we een laminaatvloer. Wil je ondertussen een van onze afleveringen herbekijken? Dan kan je terecht op onze website dobbit.be. En via onze website kan je ook inschrijven voor ons online magazine. En ik zie jullie graag terug bij mijn volgende klus. Tot de volgende!